Welkom bij Zoomen met Impact Makers. Vandaag spreek ik Marcia en Esther van Anneborg over het project Glimmen van Trots. Welkom allebei. Hi. Hoi. Hoi. Marcia, Glimmen van Trots, wat is dat precies? Nou, Glimmen van Trots, we zijn er eigenlijk opgekomen omdat wij hier bij Anneborg ontzettend veel familiebanden hebben werken. Anneborg is ook heel erg van de relaties. En ja, hoe een sterke relatie heb je als met je familie? En als je dan ziet dat je zoon of dochter, broer of zus hier werkt en het goed doet, ja, dan glim je van trots. Vandaar dat we er ook op gekomen zijn zo, ja. Ja, en wat hebben jullie dan gedaan? Hoe hebben jullie dat extra in het zonnetje gezet? Nou, we zijn op een gegeven moment gaan kijken hoeveel relaties we eigenlijk hebben hier bij Anneborg. Dat waren er behoorlijk wat. En toen hebben ze allemaal opgetrommeld van, God, vinden jullie het niet leuk om even samen op de foto te gaan? Want ja, vaak is het ook dat je niet gauw foto's hebt waar je samen op staat. En iedereen was eigenlijk meteen enthousiast en hebben ontzettend leuke foto's, spontane foto's kunnen maken die we ja ook, zeg maar, ingediend hebben we jullie. En Esther, jij bent een van de personen die op de foto is gegaan. Ja. Met wie ben je op de foto gegaan? Met mijn oudste dochter. Zij is 3 jaar geleden hier komen werken als weekendhulp in het restaurant. En eigenlijk, omdat we thuis vaak over Anneborg hadden, door mijn enthousiasme. Dus daardoor is zij hier gaan solliciteren en uiteindelijk gaan werken. En afgelopen zomer heeft mijn jongste dochter hier ook gewerkt als vakantiehulp. Oh, echt waar? Ook gewoon door de positieve verhalen? Ja, ja. En de goede sfeer die hier hangt vooral. Dus dit is gewoon heel prettig, heel leuk. Inderdaad leuk om te zien als ze het goed doen. Leuk. En dat ze geaccepteerd worden, ja. En hoe zijn jullie op de foto gezet? Ik was toen met mijn oudste dochter op de foto gezet. De jongste was toen nog niet in beeld hier. Zij in haar kleding van de voeding, van het team waar ze werkt. En ik werk als planner, dus ik had mijn gewone kleding aan. Ik heb geen dienst tenue, zeg maar. Okay. Dus ja, dat was echt superleuk. Ja. En Marcia, wat hebben jullie met die foto's gedaan? We hebben ze sowieso aan iedereen laten zien en ter beschikking gesteld. Dus iedereen heeft ze ook toegestuurd gekregen van, nou, maak er gebruik van. En we hebben een leuke fotocollage gemaakt met daarboven Anneborg, moederbedrijf en dochteronderneming. En daartussenin Glimmen van Trots. Is een ontzettend leuke fotocollage geworden. Ja, waarschijnlijk hebben jullie hem ook gezien, want we hebben hem ook meegestuurd bij onze uitleg waarom we meegedaan hebben met de Impact Maker. Ja, leuk. Ja, we zullen hem ook zeker aan het filmpje toevoegen, zodat iedereen dat nog eens goed kan bekijken. Wat voor advies heb je wij voor zorgorganisaties die misschien dit ook veel familie in dienst hebben? Betrek ze gewoon bij en weet je hoe. Je hebt de meest veilige omgeving die je kan bieden, is waar je jezelf ook prettig en veilig voelt. En dat is ook voor je naasten fijn om te werken. En thuis spreek je ook over bepaalde dingen. En je zorgt er ook voor dat er een bepaalde discipline is. Want ja, als jouw kind te laat komt, wordt ook jij daarop aangekeken. En dan heb je toch zoiets van, dat willen we liever niet. Dus je brengt elkaar wel de goede dingen bij om, ja, prettig en fijn en ook verantwoord werken. Ja, nou, het klinkt ontzettend mooi. Ook ontzettend leuk om die foto's te bekijken. Misschien willen jullie nog zeggen waarom het zo leuk is om bij Anneborg te werken. wij hebben ook eigenlijk in ons motto staan een goede naad. Dat is echt op zijn Brabants gezegd. Mm-hmm. En dat is ook zo. We hebben het echt een goede aard bij Anneborg, zowel de mensen die hier wonen als de mensen die hier werken. Het is fijn om hier te blijven. We hebben ontzettende fijne collega's. Dat is ook bijzonder om te treffen. Ja. We hebben hier ook medewerkers die al meer dan 20, soms meer dan 30 jaar werken.
Dus dat zegt ook al veel. Mm-hmm. En ja, als je dat zeg maar naar je omgeving overbrengt, dan zeggen ze ook van nou, misschien wil ik daar ook wel werken. Ja. Ja. En zo is het met thuis dan vaak ook gegaan. Hè? Door het enthousiasme thuis over het werk worden hun ook nieuwsgierig. Ja, dus dat is ook wel een belangrijke boodschap eigenlijk. Van als je goede verhalen hebt en die thuis vertelt, dan heb je zomaar opeens goed nieuw personeel te pakken. Ja, en bij Hanneborg staan ze ook altijd open kinderen van medewerkers die een stage moeten lopen. Die mogen altijd stage komen lopen. Oh, echt waar? Of het moet zo gek zijn dat er dan echt niks is in een werkveld. Maar normaal gesproken komen de kinderen van medewerkers doorgaans altijd hier stage lopen. En het mooie is, zo kun je ze ook introduceren in de wereld van de zorg. Want niet alle jongeren vinden het heel erg spannend of sexy misschien om in de zorg te werken. Maar geef je ze die mogelijkheid om een keer mee te lopen en een keer te komen kijken, dan zeggen ze toch eerder van, misschien ga ik toch eens kiezen voor de zorg. Mm-hmm. Dat is ook wel interessant. Ja, wat hebben jullie dan ook een grote diversiteit aan instroom? Dus ook bijvoorbeeld jongeren die een andere opleiding kiezen dan een zorgopleiding? Qua stage, ja, we hebben vorig jaar een student communicatiewetenschappen gehad. En ja, die hebben ook mee laten kijken van de andere kant. Hè? Mm-hmm. Dus niet echt de zorgkant, maar hoe ga je het ook naar buiten brengen en jezelf adverteren, dat soort zaken. Ja. Nou, het klinkt geweldig. Ook erg mooi, gewoon die familieband en dat ook doortrekken in de ontwikkeling van de organisatie. Nou, als mensen dit zien en denken, hey, wij willen eigenlijk ook wel wat meer de familie betrekken in onze zorg. Hoe kunnen zij informatie vinden? Nou, ik zou sowieso op onze gisteren gelanceerde website gaan kijken. Het was heel spannend. Ja. www.annenborg.nl vertellen we eigenlijk ook wie we zijn en hoe wij zeg maar ons motto en visie brengen. En inderdaad, er staat niet specifiek iets hiervan op, maar wellicht na vandaag kunnen we daar een leuk nieuwsbericht van maken waar ook de foto's te zien zijn. Yes, nou helemaal goed. Dank jullie wel voor de uitleg. En als mensen dit kijken en denken, ik heb ook een goed idee met betrekking tot arbeidsmarktinnovatie. De impactprijs staat weer open, dus dien je idee in. Dank jullie wel. Graag gedaan.